is het voor drukte hier? Die wedstrijd van Nederlands elftal, dames. Oh. Tegen Groot-Brittannië. Voornamelijk voor de oranje vrouwen, de hockeydames. Ze gaan nu beginnen aan de Rabo Hockey Series. De ultieme voorbereiding voor Rio. De laatste voorbereiding. En wij zijn hier vooral om de nieuwe Helden Special uit te delen aan Lillewijn Welten en Joyce Sombroek. Dit gaat het veld op, jongens. We zijn natuurlijk ontzettend trots op onze grote baas. Is hij zwaar, Frits? Is hij zwaar? Hij is minder zwaar dan je lijkt. Ben je zenuwachtig, Frits? Ik ben behoorlijk zenuwachtig. Dit zijn wel toppers. Ja, hè? Gouden medaille winnaars. Ik vind het eigenlijk wel grappig en ik vind het ook eigenlijk wel leuk als ik zie hoe die hockeymeisjes, die zijn een oefening aan het doen die ik van voetballen ken. Oh ja? Zonder doel, balbezit, één doel balbezit, de landen moeten de bal zien te veroveren en door het vrijlopen, door ruimte te maken. Dat is een oefening aan het voetballen komt. Maar de loopstelling daar was je daar zelf ook een beetje goed, hè, eigenlijk? Ik was daar redelijk goed in, ja. Niemand minder dan Frits Barend. En die mag zomaar misschien niet de grootste versie van het landpotje hier laten zien. Eén keer de handen die hier rond te brengen. En de beste Je hebt hem, hè? Ja, en ik heb Liedewijk. We hebben de handtekening van Liedewijk. En ik heb Liedewijk mogen zoenen. Ja, nou. De zesde hockeyer van de wereld. Groot-Brittannië, hoofdlijke, slechte generale, goede echte voorstelling aan Rio, hoor, dat is. Dus daar is hij dan, XXL. Ja. Super cool, ja. Ziet er mooi uit. Vind je het mooi? Ja, zeker. Alleen er mist nog wat. Ja. Jouw handtekening. Handtekening van Liedewijn staat erop. Nu op dit moment nog die van Joyce. Beste keeper van de wereld 2015. En 2014. Zo. 2014. De Rabo Super Series, de laatste testen voor de Spelen. Ja. Voelt dat voor jullie ook zo als team? Want dit is echt een opwarmertje. Ja, we zien het echt als een belangrijke trainingswedstrijd. En we hebben net een periode vrij gehad. Dus we hadden met de clubs, toen hebben we even vrij gehad. Wel natuurlijk gelopen, fit gebleven. En nu is het weer even die feeling krijgen met elkaar. Wat dingen neerzetten, organisatie. En we hebben gelukkig heel veel wedstrijden, dus dat is mooi. Ook straks de Champions Trophy nog in Londen. En dan werken we langzaam toe naar de Olympische Spelen. Hoe anders is het nu ten opzichte van 4 jaar geleden? Nou ja, er is toch wel weer een andere groep. Je gaat natuurlijk naar een heel ander land, andere omgeving, andere staf. Er komen natuurlijk wat minder Nederlanders, want het is ietsje verder weg. Maar goed, in zekere zin is het weer gewoon hetzelfde proces. Dat je weer stappen zet, op alle fronten probeert die procentjes te pakken om nog wat beter te worden. En even onderweg naar Liedewij. Ook zij moet natuurlijk haar eigen artikel even zien. Maar ze is nog even druk met honderden kinderen die hier staan. Hoeveel handtekeningen heb je al uitgedeeld? Ja, heel wat. Ja, allemaal van mij van. Nee, maar het is heel leuk. Heb je dit artikel al gelezen? Nee, nog niet. Oké, nou dan kunnen wij alvast even attenderen op een uitspraak. Oh ja. Willen weten. Hier zien we staan. Ja. Liedewij, we zijn toch allemaal een beetje diva's. Leg eens uit. Ja, we zijn allemaal een beetje, we willen allemaal dat ons eten goed is en we willen allemaal goede hotelkamer en we willen allemaal goed gekregen zijn. Dus dat zijn allemaal echt wel een beetje diva's. Ik denk, uiteindelijk moeten we op ons gaan letten en moeten we op ons zorgen. Dus dat is toch leuk. Maar soms zelfs is ook niet verkeerd. Dus we zijn in de goede zin van het woord een beetje diva's. Mensen geloven dat niet altijd, maar we hebben echt leuk. Alleen, dat is ook eigenlijk goed. Ja. Hey, wij hebben nog hartstikke jong. Je gaat nu voor je derde gouden medaille eigenlijk. Wat is het verschil ten opzichte van 4 jaar geleden en 8 jaar geleden? Ik denk dat ik zelf iets verder ben. 8 jaar geleden had ik geen idee wat ik moest verwachten. Dus ik werd eigenlijk een soort van ingegooid. 4 jaar geleden wist ik het wel beter, maar was ik zelf wat minder ver. En ik denk nu dat ik er even klaar